Het is 7 uur, dus over 3 kwartier is het donker. Dus we gaan nu het filmpje doen. Er is niet zo heel veel gebeurd volgens Steun, want die begon al te protesteren. Want er is niks gebeurd, bla bla bla. Hij wilde eigenlijk niet. Ik heb hem op zijn stoel gebonden. Ome Teun. Ah, goedenavond. Goedenavond. Ja. U zei dat er weinig gebeurd is, maar probeer toch eens een verslag te doen wat er vandaag gebeurd is en gedaan is. Er is met vissen eigenlijk niet veel gebeurd. We hebben de spullen in liggen, maar nog geen piepje, niets, helemaal niets. Maar ja, we zijn wel in contact gekomen hier met een visser. Ja, dat wou ik net aanstippen. Vertel er van meer over. Die de hele put enorm kent, hier al 20 jaar komt. En bijna alle grote vissen op de foto had. En ik ging vanmorgen naar het toilet. Of rond de middag een keer naar het toilet. En hij zei, en iets gevangen? Ja, 5 hebben we vannacht gevangen. Eentje van 34 pond. Wat? 34 pond, ja, 34 pond. Toen kwam er een lange druppel aan zijn neus, of niet? En toen zei hij van, die zijn hier nog nooit gevangen. En even daarna haalde hij zijn boekje en zei hij, kijk, die. Voor de kijkers een boekje met foto's. Foto's, ja. Ja, je moet duidelijk zijn, hè? Want mensen die YouTube kijken zijn niet telepathisch zometeen. Met allemaal mooie grote karpers erop die hij hier gevangen had. Want die had ze, met vieren hebben ze een jaar alle vis die ze vongen op foto gezet. Die zijn ze allemaal gaan vergelijken, want er is geen één karper exact hetzelfde. En toen zei je van, toen dacht Boudewijn dat ik een rijkarper gevangen had. Maar het was toch een spiegel en ik zei, ja, ik heb een rijkarper gevangen. Ik zeg, want die had alleen boven een rijtje vinnen, of schubben. Nee, ziet hij, dat is toch een spiegel. Maar hij zei van, ik kom strakke even langs, want ik wil die foto's toch wel zien. Hij zit hier, want we hebben het nog nooit meegemaakt. Die jonge man die kwam langs en die zei van, die vis hebben we nog nooit gevangen. Dus daar zijn we even uit vooruit Nederland gekomen om hier weer de grootste vis te pakken. Ja, kijk, dat hebben we mooi gedaan toch. Dat was de ervaring van vandaag. En we zijn vandaag, hebben we weer gelukt om jou van de cabin af te krijgen. Ja, ja, we zijn even naar de viswinkel geweest. En, maar België is uitverkocht. We konden niks meer aankomen, dus alleen de tweede rangsboelies, maar dat trappen wij niet in natuurlijk. Ja, nee, die hadden we niet nodig. Het overschot, dat is nee, dan kunnen we beter niks aan het lijntje doen. Nee. En zo hebben we geen vissen gezien, maar wel weer een heel mooi verhaal over Colina gehoord. Ah, ja. Want ome Teun, doe uw pet eens af. Ja. Wie zou de lookalike zijn geweest van Colina in die tijd? Ja, nee. Beste kijkers, u mag bij de reacties invullen wie daar geweest is. Ja. De ja, knakkert wie u niet ziet, die heette Teun. Teun, ja. Een tip voor het antwoord van de vraag. Maar ik als reporter kwam erachter dat ik ome Teun stoorde eigenlijk met zijn voorbereiding, met zijn PVC. Dus laat ik hem nou weer aan zijn werkjes toe gaan. En ik zeg voor vandaag, toedeledokie. Houdoe!